Jawel, jawel mensen, hier is een papagadisa. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Naar aanleiding van mijn laatste vlog, of video eigenlijk, over mijn moeder, dacht ik van het is handig om een update te geven. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor alle berichten die we hebben gekregen. Echt van app tot aan bellen, tot aan Snap, Insta, noem maar op. En YouTube echt... Volgens mij, ik weet niet hoeveel reacties het zijn, is echt niet normaal. Ik wil wel aangeven dat ik het zeker doorlees, maar het is gewoon niet te doen om op iedereen te reageren. Wallah, echt super bedankt daarvoor. Echt, het doet echt gewoon goed om te zien dat we uiteindelijk op de een of andere manier voelt het toch dat het samen zijn, weet je. En ook het feit dat ik zoiets persoonlijks deel, weet je. Want ja, sommige mensen kunnen denken van ja, die is gek, die deelt iets heel persoonlijk of wat dan ook. Ja, er zijn dingen die ik deel en er zijn bepaalde dingen die ik niet deel. En als ik iets deel, dan is het altijd met een reden. Het is nooit dat ik zomaar iets doe. En dat gaat om de likes en views. En natuurlijk wil je dat een video zoveel mogelijk wordt gezien of wat dan ook. Maar soms zit je gewoon in de realiteit. Dus, en dat is gewoon, ja, iemand moet een ander zien te inspireren, te motiveren, wake-up call, of hoe je dat ook noemen wilt. En ik hoop dat ik een kleine bijdrage daaraan kan leveren. Alhamdulillah, dus ik ben daar, super trots op dat wij uiteindelijk met elkaar kijken naar hoe iets nog beter kan. En nogmaals, die video was voor mezelf, maar ook zeker voor de mensen die gekeken hebben. Ja, hoe het nu gaat met onze moeder is, alhamdulillah, het gaat al een stukje beter. Dus de operatie is gelukkig geslaagd. Hij heeft 9 uur geduurd. Dus dat was wel was echt vrij lang. Ja, en toen ze eruit kwam, tot nu toe hebben ze als het goed is alles kunnen verwijderen. En daarbij ook een bijeenkomstigheid is van dat het goed aardig was. Dus dat is ook gewoon echt zeer positief. En dat is gewoon heel goed te behandelen. En ja, het is gewoon niet normaal als je ziet hoe die doktoren bezig zijn. En echt, wat ik ook al in mijn vorige video zei, is niet normaal. Het is echt, we zijn echt gezegend dat we in zo'n land leven. Echt niet normaal. En daar ben ik echt, alhamdulillah, echt God dankbaar voor. Ja, en nu is het gewoon zorgen dat ze gaat revalideren. Er zijn natuurlijk nog, moet nog wat een en ander gebeuren. Maar wat dat betreft is dat in ieder geval... ja, heel erg positief. Daar ben ik echt, alhamdulillah, echt blij mee. Ja, en Bilal heeft mijn moeder ook weer gezien. Toch? Ja. Hoe was dat? Ja. Was dat goed? Goed. Had je mama gemist of niet? Ja. Klein beetje of heel veel? Heel veel. Heel veel. En had je haar een knuffel gegeven? Ja. Een goede knuffel of geen goede knuffel? Ja. Rustig. Mensen, nogmaals super bedankt. En ja, zoals we altijd eindigen eigenlijk... wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar. Liefde. En wij zeggen altijd. Zo veel tijd. Positiviteit. Mag ik nog wel een knuffel of. Ja? hij is wel eerlijk of niet? Mensen, alleen maar liefde en aarde. Aarde lijkt. Aarde, we doen het niet. Later.